Mijn naam is Gerrit Weren, ik kom uit Arnhem en ik ben eigenaar van Okimono. We zijn ooit met Okimono begonnen omdat ik eigenlijk de t-shirts niet meer kon vinden die ik graag zelf droeg. En sindsdien zijn wij het alternatief voor mannen die de overstap naar het overhemd nooit gemaakt hebben. Die is lekker in een t-shirt blijven hangen. Ik ben er zelf ook eentje van. We werken samen met kunstenaars, illustratoren, vormgevers, inmiddels meer dan 30. Grotendeels komen ze uit Arnhem, maar ook uit andere plekken. Onze shirts zijn biologisch, fair, duurzaam. En voor drukken werken we samen met, zoals wij ze dan noemen, de meeste drukkers uit Elst. Wij zijn partner van TEDx, omdat we zijn gevraagd natuurlijk om t-shirts te maken. Ik heb Maya Knepvlee gevraagd, een van de mensen die ook in Team Okimono zit, om iets te doen met de twee belangrijke pijlers van deze TEDx, namelijk Arnhem en het thema van rondom Rubber Ockels, het astronautverhaal, Spaceship Earth. Het hert staat voor Arnhem, het astronautenpak voor het astronautengedeelte. Het wordt die dag gedragen door de crew en de dag daarna mag ook het gewone volk het shirt aan. We worden gelukkig wel heel vaak gevraagd om iets te doen, moet ik zeggen, met enige trots. Zowel in Arnhem en ook daarbuiten. Ik moet wel zeggen dat we meestal nee zeggen, maar in dit geval vonden we het echt een eer om te mogen samenwerken. TEDx staat voor originaliteit, voor inspiratie, professionaliteit, dingen waar wij ons ook in herkennen. We vonden het echt super leuk om dit te kunnen doen. We kregen volledige vrijheid. Ook niet heel onbelangrijk in deze wereld. En de organisatie was erg enthousiast. En wij ook.